Hey, wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we de weekly maken van komende week. Dat is week 16 en dat is een week in april. Voordat ik het vergeet, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan de hele video rechts onderin. En laat even een like en een comment achter. In een comment kun je bijvoorbeeld laten weten wat je van deze video vindt of wat je in de toekomst graag zou willen zien. Dank je wel alvast. Dan gaan we nu over op het echte maken van de pagina. Ik ben nu bezig met het maken van de kaders. Dat wordt de basis van deze weekly. Daarvoor gebruik ik mijn Leuchtturm 1917. Dat is dus de journal waarin ik werk. En mijn pen is de Sakura Pigma Micron, de nummer 05. En ik gebruik, zoals je kan zien, een liniaal, zodat mijn lijnen mooi recht zijn. Volgens mij is deze van de Action, maar zeker weten doe ik het niet. Dan gaan we verder met het schrijven van de dagen van de week. In eerste instantie wilde ik dat wisselend doen qua richting. Maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om alles één kant uit te doen. Vandaar dat je ziet dat ik eerst maandag en woensdag doe. En dat ik dan toch maar overga op alle dagen gewoon schrijven. En ik schrijf ook gelijk de datum erbij. De basis is nu helemaal klaar. Dus dat betekent dat het tijd wordt om de pagina verder te gaan aankleden. Dat doe ik met bloemetjes. Rechtsbovenin zal ik je naar een video linken waarin ik uitleg hoe ik de bloemetjes maak. En onder in de omschrijving zal ik even alle producten linken voor zover als dat mogelijk is. Voor nu ga ik even een muziekje opzetten en dan ben ik zo bij jullie terug. Ook altijd fijn om te weten welke week het is. En ik zag dat ik dat vergeten was. Dus toen was ik op zoek naar een plekje waar ik week 16 kon schrijven. En dat ben ik dus nu aan het doen. Dit is de weekly dan geworden. Ik hoop dat je hem leuk vindt en dat je er wat inspiratie aan over hebt gehouden. Ik hoop je de volgende keer ook weer te zien. Laat even een like en een comment achter. En in de comment kan je laten weten wat je van deze video vond of wat je graag zou willen zien. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Deze pagina is ook vanaf nu te vinden op mijn Instagram pagina. Die zal ik onderin ook even linken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!